Hoeveel calorieën zou dit zijn, denk je? 5. Hallo jongens, tof dat je kijkt. In deze video ga ik een hele grote dessert tour door New York doen. Ik hoop dat ik er over een paar uur nog steeds zo vrolijk bij zit. Want ik denk echt dat ik in een sugar coma ga raken. Ik ga je meenemen naar alle toffe plekken met echt de meest crazy desserts. Maar ik ga niet alleen, want ik heb een ultieme guide bij me. Namelijk... Bo! Bo, bo, bo. Bo. Moet ik wat zeggen? Nee. Wat je wil? Oké. Okay. Hi! Bo woont al 4 jaar, denk ik, in New York. Ja. Ja. En dus dat natuurlijk de ultimate guide om mee te gaan. Let's go! We zijn in Chinatown aangekomen en daar is de eerste, namelijk... Eglo! Lekker Nederlands uitgesproken. We zijn nu in Gerso en Grand. Daar hebben ze iets wat een soort van mega cannelloni moet zijn. Maar dan nog op steroïden, zeg maar. Ze hebben heel vaak verschillende smaken, seasonal flavors. En deze keer is het pumpkin. Dus ik hou heel erg van pumpkin spice. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dit is niet lekker. Ik kan nog wel 10 mensen vragen op straat of ze mee willen eten. Oh, ik ga het nooit opkrijgen, mijn hele leven niet. Het is echt heftig, maar mega lekker. Nou, ik zie jullie volgend jaar weer als we het op hebben. Oké, ik ben best wel een beetje vol inmiddels. Maar jij hebt ook zoveel van dat ding gegeven. Ja, eigenlijk best wel een beetje te veel. Echt wel heel veel. Ja, ik word echt een vetzak. Oké. Okay. Wow. We gaan nu naar Black Tap. En ik denk dat de meesten van jullie dat inmiddels wel al een beetje op Instagram hebben gezien. Of op YouTube of whatever. Want zij hebben die crazy milkshakes met echt alles erop aan. Oh ja. Yeah. Heb jij dat gehad? Nee, ik ken het helemaal niet. Nee? Nee. Oh, oké. Okay. Nou, verrassing. What the heck you doing now, boy? I'm running this. What why? Oké, hoe eet je dit? Wederom. Oké, nu, dit is zoet. Dit is echt top. Er zit frosting met allemaal meuk erop. Suiker, smeer, slagroom en gewoon een aardbeienmilkshake. Ja. Nee? Hoeveel calorieën zou dit zijn, denk je? 2000. Het smaakt ook echt alsof je gewoon... Ze zegt net, ja, dit is echt ongezond. Je kan doodgaan van je. Ja. Ik denk echt dat je hier van dood kan gaan. Ja. Maar van aanvallen. Ja. Nee, dat is niet oké. Nee, het is echt niet oké. Echt milkshake. Ja. Ik kan dit jullie gewoon niet aanraden, behalve voor de foto's. Oké, we zijn 4 uur verder, denk ik, ongeveer. En hoeveel calorieën?
3000. 3000? 3000. Ik denk echt 30.000. Nee. We zijn nu aangekomen in de Meatpacking District. De sugar! Oké, opnieuw, take two. We zijn. Is dat suiker, hè? Dat is allemaal suiker. We zijn nu aangekomen in het Meatpacking District bij de Sugar Factory. En de suiker zit al lekker in onze hersenen, denk ik. Let's go. What, why? What, why? What, why? What, why? What the heck you doing now, boy, I'm running this. What the heck you doing now, boy, I'm writing hits. What the heck you doing now, boy, I'm running this. If we talking flows, then you know that I'm beside him, kid. Hij ziet er nu wel minder erg uit. Is het lekker? Echt twee slokken hiervan. En dan voel ik echt mijn tanden uitbommelen. Ik weet het zeker. Zit hier alcohol in? Nee, dit is gewoon frisdrank. Oh, wat erg. Heftig. Vind je het lekker? Ja. Is het heel erg lekker? Dat fucking ranzige drankje. Nee, het was niet ranzig, maar het was gewoon een soort van fris drank. Ik vond het wel lekker. Oké. Nou, het was gewoon iced tea. Het was echt een Amerikaanse iced tea. Ja, klopt. Maar snoep van daarentegen? Dat was niet te hakken. Nee. En daar betaal je slechts $32 voor. Ja. Anyways. Waarom doen we dit? Ik ga nog even naar mijn laatste stop. Bo, je gaat er vandoor. Jij moet naar je afspraak. Dankjewel voor de gezelligheid. Doei! Zo, de laatste locatie is bij Dough. D-O. En daar verkopen ze dus gewoon rauwe cookie dough. Maar dan zonder dat het gevaarlijk is. Heel Instagram en internet stond er vol van afgelopen zomer. Ik ben er toen geweest en toen was de rij ook echt 4 uur lang of zo. Dus ik heb het niet gedaan. Ik ben heel benieuwd of ik het nu wel kan krijgen zonder echt een maand in de rij te staan. Want dat ga ik natuurlijk niet doen. Dikke bolle cookie dough. Dat klinkt toch gewoon als een ultimate dream. Dit is hem geworden. Een birthday cake scone met snickerdoodle dough en sprinkles natuurlijk. Oh, ik maak er echt een troep van hier. Oké. Dit is echt gigantisch lekker. Ik denk dat dit het lekkerste is van vandaag. Ook het heftigste, want het is... Nou, nee, niet het heftigste. Maar het is wel echt heel, heel dik en... Volgens mij zit je echt knettervol naar deze cone. Je kan zelfs 2 of 3 bolletjes bestellen. Maar dat overleef je sowieso niet. Nou. En als je alles ervan af laat vallen zoals ik. Ja, dan kun je wel 3 bolletjes bestellen. Maar... Oké, ik zit... Vol, ik ben misselijk. Heb ik allemaal over voor jullie. Ik ben heel erg benieuwd wat deze dag me nou heeft gekost. Ik denk dat ik echt stijl achterover ga slaan. Dus don't try this at home. Behalve misschien eentje uit het lijstje als je wil. Laat even in de comments achter welke van de 5 jij het liefst zou willen proberen. En laat sowieso even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie volgende week weer. Bye bye!